Er is een internationaal gezelschap bijeen in een van de zalen van Artis in Amsterdam. Het is de openingsdag van het toernooi om de wereldtitel Dammen, waaraan 11 grootmeesters deelnemen. Wethouder De Roos doet de eerste zet in de partij tussen Rozenburg, links, en Van der Staaij. Rozenburg, onze nationale kampioen, wist deze partij te winnen. Nu naar onze andere landgenoten. Keller had het merkbaar moeilijk in zijn partij, maar wist toch de beide punten in de wacht te slepen. Laros, de kampioen van Noord-Holland, moest de vlag voor hem strijken. De twee Belgische deelnemers ontmoeten elkaar ook op de eerste dag. De jeugdige Verpoest toonde zich sterker dan de veteraan van het gezelschap, de Mesmaker. Bijzondere belangstelling ging uit naar de partij tussen Post uit Frankrijk en de wereldkampioen, diens landgenoot Gaston. De kampioen won. De derde Fransman Chilan, rechts, deelde de punten met de Zwitser Rostand. De Fransman Perrault was vrij, maar speelde een oefenpartijtje met Springer, de oud-wereldkampioen. Het publiek, dat in de wedstrijdzaal geen plaats had kunnen krijgen, werd op deskundige wijze in een aangrenzende zaal van het verloop der partijen op de hoogte gehouden. Behalve in Amsterdam zal gespeeld worden in Den Haag, Heerlen, Dordrecht, IJmuiden en Rotterdam.